eerste vloggertjes van de vlog. Ik weet dat het is weer een super lange tijd geleden dat ik nog eens gevlogd heb. Maar ja, met al die corona en zo, waren er niet echt zo mogelijkheden om echt leuke dingen te doen. Maar daar gaan we vandaag verandering in brengen. Want jawel, liefste vloggertjes, het is weer tijd voor een nieuwe vlog. En geen zorgen. En geen zorgen, ik ga dat niet alleen doen. Ik heb mijn metgezel bij, mijn steun en toeverlaat. Mijn allerliefste zus! Annie! Oh, sorry, ik heb geklopt. Ik heb haar al superveel pijn gedaan. De eerste seconde als ze in mijn vlog is. Kom eens hier. Misschien moet jij aan de vloggertjes vertellen wat we vandaag gaan doen. We gaan naar het museum. Ja, een museum van wie? Allee, nee. Van wie? Je weet het nog. Dat weet ik toch niet? Nee, ik bedoel, naar welke expo gaan we in het museum? Ja? Ja? Roger Raveel. Ja, we gaan naar de expo van Roger Raveel. En je denkt, maar wie is dat, Roger Raveel? Ah wel, wij zullen dat eens even uitleggen. Alice, wat kan je mij vertellen over Roger Raveel? Die maakt schilderijen over wat hij zelf ziet. Inderdaad, die maakt super coole schilderijen over wat er zo ja, van allemaal in zijn hoofd omgaat en wat hij zelf allemaal ziet. Mm-hmm. En het coole is dat hij eigenlijk meestal gewoon werkt met de basiskleuren. Mm-hmm. Toch? Rood, geel, groen en blauw. Ja, en eigenlijk groen zelfs niet, want blauw en geel zijn groen samen. Oh, ja. Wat ook nog een leuk weetje is, Roger Raveel is zelf ook een Vlaming. Ja, ja en die, normaal gezien zou hij dit jaar 100 geweest zijn. Echt? Ja. Amai, maar jij weet gewoon meer over Roger Raveel dan ik zelf. En die was dan een oud pietje, ik zeg het zo. Die kon die gewoon niet verstaan. Ja, dat weet ik niet. En dan zo van zijn hond zo. Oh ja, ja, ja. Oh la la, dat gaat nog iets worden. Dus, liefste vloggertjes, wij gaan dus zo meteen binnengaan in het museum. Dat is natuurlijk allemaal met mondmaskers en zo. Dus ik hoop dat jullie mij goed gaan verstaan. Nee, jij niet. Alice is 9? Nee, 8. Ah, 8. Dat is nog een belangrijke vraag. Ga jij graag naar een museum? Alleen maar als ik het ken. Alleen als je het kent, maar nu kennen we het, hè? Want we weten wie Roger is, we weten wat voor schilderijen Roger maakt. En we weten hoe oud hij dit jaar is. We weten hoe oud hij dit jaar is. En dat is wel heel belangrijk. We weten gewoon dat hij 100 zou geworden zijn. We hebben natuurlijk ook nog een leuke challenge. Want het zou geen coole vlog zijn als er geen coole challenge aan vastging. We gaan op zoek gaan naar het mooiste kunstwerk van Raveel. En dat gaan we dan gewoon namaken. Snap je? Dan hebben we gewoon bij ons thuis ook een Raveel hangen. Oké, Alice, wat hebben we juist nodig? Stiften, tekenblok en het mooiste schilderij. En natuurlijk ons goed. Heb je bij je goed humeur? Oh, maar ik was bijna op u gevallen. Oké, Alice, ik stel voor dat we gewoon vertrekken naar het museum. 3, 2, 1, let's go! Dit gebouw weer. Dit gebouw. Oh. Ja, mooi. Pieten. Pieten. Bongo la, bongo cha cha cha. Hier alles schilderijen. En ik denk dat dat zijn kat was. Quello che dicono laggiù, forse fantasia e nulla più. Ik denk ook, misschien was dit wel zijn verhaal. Ja, we weten het niet. Per così fantastica, dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa. Ik denk dat ik zoiets ga natekenen, dat vind ik wel de mooiste. Die. Maar hallo, stel eens scherp. We zijn aan het einde van de tentoonstelling. Vertel eens, wat vond je ervan? Leuk. Ja, mooi hè? Laat het moe van. Ja, ik ook. Zo stil nu. We zijn klaar, dus we gaan nu naar buiten. En nu naar buiten? Dat zeg ik net. Oh my god, zo nice. Zo nice. Dat kan toch niet? We zijn buiten bij het museum en we dachten lekker buiten te gaan tekenen. Want daar juist was het lekker zonnig en lekker zomers, maar er is dus blijkbaar even een hagelstorm. Kijk! Een hagelbolletje. Het is super hard aan het sneeuwen bijna buiten. Dus we gaan nu ergens een rustig plekje vinden waar we onze eigen Raveel kunnen maken. Jouw hart zit echt vol. Ja, is dat? Ah! Oh. Dag, Duf! Zo
Zoals jullie wisten hadden we een kleine challenge. We gingen allebei een eigen rafael maken, een eigen schilderij kiezen. Dat we dan zelf in ons eigen huis konden ophangen. Super cool. Alice heeft gekozen voor dit schilderij. Vertel eens Alice waarom. Omdat ik niet weet wat het is. Omdat ze niet weet wat het is, dat snap ik. Ik heb ook eentje gekozen waarvan ik niet goed weet wat het is. Wacht hoor. Dus dat is zo met donkerblauw en zwart en groen en geel. Ik heb mijn stift erbij en een dekenblok. Oké, Alice. Welke kleuren hebben we daarvoor nodig? Geel. Ja, geel. Groen. Hallo. Even onder de berekening, want we werden weggejaagd. We mochten daar blijkbaar niet tekenen. En Alice had heel veel honger en ik ook. Dus we gaan even iets eten en dan gaan we onze Roger Raveel maken. Mm-hmm. Je had honger, hè? Eerst eten. We hebben ons even verstopt in de auto. Papa is er ook bij. Papa, zwaai eens naar de vloggertjes. Dag, vloggertjes van de vlog. Met corona mag je dus nergens zitten in de stad. Alice is nog even haar pasta aan het opeten. Dus zometeen gaan we onze tekenspullen pakken en gaan we onze eigen Raveel tekenen om bij ons binnen te hangen, hè? Ben je er klaar voor? We hadden dat eerder moeten doen. Wat eerder moeten doen? Nergens kon dat. Nergens, dus hebben we ons nu verstopt in de auto. Mm-hmm. Maar het is tijd om te tekenen. Zo, die van mij is bijna af. Lieve vrienden, we zijn klaar. We hebben net onze eigen Roger Raveel getekend. Dit is de mijne. Dit hier was het origineel werk en dit is dat van mij zoals je ziet. Of wacht, is het zo? Ja, het is zo. Of is het toch zo? Huh? Mag ik het zien? Ja, het is zo. Ja, het is zo, hè? Maar dat lijkt gewoon... Ja, oké. En dan die van Alice. Wauw, super mooi. Dit was de originele. Ik vind dat het wel echt op elkaar lijkt hoor. Onze eigen Roger Raveel kunnen we nu in ons huis hangen. Ik vond het super leuk, of wat jij ervan? Ik vond het ook heel leuk. Er was wel een beetje veel volk, dus we konden niet alles super goed zien, maar dat is ook niet super erg. Nee. Dankjewel om te kijken, liefste vloggertjes. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Ciao!